Een opvallend succes voor de kleine Eindhovense voetbalclub Tivoli. De club levert aan de lopende band profvoetballertjes in spe af. Dankzij een intensief trainingsprogramma worden veel spelers door grotere clubs in de regio gescout. Draai, wegdraai, snel, wel snel in die tussenstukjes, kom maar. Hoofd omhoog, niet draaien, heel touch, veel touch, kom maar. De training van Andoni Uresti heeft meer weg van een bootcamp dan van een vrije tijdsbesteding. Ik vind het belangrijk dat iedere speler per training honderden balcontacten heeft. Dat is echt belangrijk, op snelheid en hoge intensiteit. Goed aan de bal zijn, rust aan de bal hebben, verplicht trainen, luisteren, op tijd komen. Hoe kun je het vergelijken met training bij andere clubs? Ja, deze is veel zwaarder, heel veel zwaarder. Ja. Hoe dan? Ja, gewoon intensief. Hier doe je allemaal andere dingen dan bij andere amateurs. Hier train je echt harder. Die strenge aanpak oogst succes. Bij Essen Den Bosch ben ik al door, dus daar mag ik komen voetballen. En mijn stage bij Helmond Sport loopt nog. Ik ben nu gescout voor Essen Den Bosch, Helmond Sport en Essen Eindhoven. Ik ben door Den Bosch gepakt en ik ga daar nu ook spelen volgend jaar. Gepakt? Ja, en volgend seizoen ga ik daar spelen. En wat bedoel je met gepakt? Door. De afgelopen 3 seizoenen is een record aantal spelers van Tivoli benaderd door de grotere clubs in de regio. Het is niet het eerste jaar, 3 jaar achter elkaar, helft van het team gaat weg. Dus de scouts vinden ons heel makkelijk, niet alleen bij wedstrijden, maar ook bij trainingen. Ja, dat wordt vooraf aan de wedstrijd gezegd, van er staan scouts langs de kant en dan probeer je natuurlijk altijd mee je best te doen. Ja, niet meer, want je doet altijd je best. Maar ja, dan krijg je wel een soort van het moet nu, je moet je nu laten zien, zeg maar. Want hoeveel jongens hebben die scouts nou de afgelopen 3 jaar hier vandaan geplukt? Ik denk alles bij elkaar, een stuk of 30. Het geheim is misschien wel dat Tivoli niet alleen werkt aan de technische skills, maar ook aan de mentaliteit van de spelers. Bij de gym moet je niet gaan kloten dat je geblesseerd bent. Ja, en gewoon rustig zijn op school. Geen stoer gedrag of zo, niet vechten of zo, niet ruzie maken om de bal. Discipline, mentaliteit, winnaarsmentaliteit, alles bij elkaar zorgt ervoor, wil je echt iets bereiken, moet je allemaal hebben. En hoe voelt het nou dat je bent uitgenodigd door al die grote clubs om daar te komen spelen? Ja, dat voelt goed. Dat is toch wel een beetje de droom van iedere jongen? Ja, maar mijn droom is wel gelukkig nou. Maar het succes stijgt de club niet naar de bol. Voor arrogantie is geen plaats, daar staat de trainer persoonlijk voor in. Want je moet niet denken, ik ga nu naar FC Den Bosch of naar Eindhoven, naar PSV. En ik ben er, blijf ontwikkelen, extra blijven trainen, investeren in jezelf. Heel belangrijk.